Drie dagen lang mocht Geofort Herwijnen op proef bezoekers ontvangen. Alleen maar mensen die getest waren natuurlijk. En de opkomst viel wat tegen. Goedenavond, het gaat er ook om spannen voor de evenementensector. Want als er versoepelingen aankomen, dan hebben ze deze zomer eindelijk weer werk. Ik weet zeker dat we ooit weer met z'n allen in het Gelredome staan of op een groot festivalpark. En schrijver Kees van Boven is op zoek naar verhalen van Molukkers die 70 jaar geleden een paar jaar op camping De Koetsberg in Heerde hebben gewoond. Waar je nu staat is het allemaal begonnen, het hoofdgebouw hierachter. Voor een drietal monumentale gebouwen in Gelderland is het vandaag alweer de laatste dag dat ze open mochten zijn voor publiek. Voor testpubliek, beter gezegd. Het zijn kasteel Ammerzooi in Ammerzoden, het Geofort in Herwijnen en de Eusebiuskerk in Arnhem. Het ging om een driedaagse proef om te kijken of musea en andere culturele instellingen eerder veilig open kunnen. Wij zijn echt heel blij dat we mensen weer in het fort mogen ontvangen. We hebben allemaal nieuwe exhibits, activiteiten. En ja, jammer natuurlijk als dat achter gesloten deuren moet blijven. Qua proef heb ik wel zo mijn vraagtekens. Hi Otto. Otto, komt er maar op. Het restaurant mag bijvoorbeeld niet open. Dan denk ik, nou, mensen hebben zich helemaal laten testen. En dan moeten ze toch met een takeaway hier in de regen in het gras gaan zitten. Ik denk dat daar nog beter over nagedacht kan worden. Ook bij kasteel Ammerzooi in Ammerzoden overheerst blijheid. Alhoewel het aantal bezoekers wel een beetje tegenviel. Nou, we hebben capaciteit over deze drie dagen voor ongeveer 450 bezoekers binnen alle tijdsloten. En ongeveer 100 mensen hebben een kaartje gekocht. Prachtig, die 100 mensen, maar dat is niet waar we op gehoopt hadden. En ook bij het Geofort viel het aantal bezoekers wat tegen. Ja, qua proef heb ik nou niet gedacht van nou, het moeten er gelijk 500 zijn. Maar tuurlijk, het is wel jammer als mensen heel graag naar het fort willen komen en ze kunnen niet omdat de teststraat vol zit. Het was wel zo dat ook de Keukenhof geopend was. En die trok eigenlijk door het hele land wel de testcapaciteit leeg. Dus dat was voor ons een nadeel. Maar ook die capaciteit is weer opgehoogd, dus zou nu beter moeten gaan. En het testpubliek, dat was blij dat ze weer een uitje hadden. Ze hopen op meer. Ja, absoluut. Absoluut. En vooral de kinderen. Die vonden het ook echt weer, die waren er echt dan ook aan toe. Ja, het Geofort dus drie dagen geopend na lange tijd gesloten te zijn. Ook bedrijven in de evenementensector hebben het afgelopen jaar loeizwaar gehad. Door de coronacrisis natuurlijk. Om te overleven storten ze zich op andere markten. Maar nu gloort er weer een druk evenementenseizoen aan de horizon. En ze kunnen niet wachten. Of toch wel? Erik van der Pas is decorbouwer voor grote dance-events. Wij zijn in omzet ongeveer 98% gedaald destijds. En wij hebben toen besloten om het roer om te gooien. En dus startte Erik een houthandel. Met onder meer het maken van meubels. Toen deze crisis ontstond, ongeveer na een maand, hebben wij al gedacht van nou, dit zal niet snel voorbij gaan. En dat zal ook niet de laatste keer zijn, dus wij moeten echt meer virusproof worden. Maar september wordt waarschijnlijk druk met evenementen. En dus is er nu al veel vraag naar decors. Wij hebben heel veel aanvragen gekregen. Wij zitten eigenlijk vol. Hey, hallo Poffenij! Jaap Kamps heeft tijdens de coronacrisis een online evenementenbedrijf opgezet. Voor webinars, online talkshows en ook zelfs bedrijfsuitjes die we online doen, zoals quizzen en bingo's. Want zijn licht- en geluidbedrijf voor grote evenementen ligt nu stil. Nu wel, maar dat gaat anders worden. Ik weet zeker dat we ooit weer met z'n allen in het Gelredome staan of op een groot festivalpark. Maar ook dan blijft Jaap doorgaan met zijn online bedrijf. Net als Erik met zijn houthandel. Want dat leerden ze van de coronacrisis. Wat er nu gebeurde, ja, dat willen we niet nog een keer meemaken. Alles en iedereen die wil opeens in september een evenement gaan organiseren. En ja, wij vragen ons af wat er allemaal doorgaat natuurlijk. Dus wij zijn daar redelijk voorzichtig in. We laten ons de kop niet gek maken, zeg maar. Bij een steekpartij aan de Bergse Maat in Westervoort zijn vanmiddag drie personen gewond geraakt. De politie riep aanvankelijk buurtbewoners op binnen te blijven omdat de verdachte was gevlucht. Maar inmiddels is deze opgepakt. De slachtoffers zijn alle drie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De exacte toedracht van de steekpartij wordt nog onderzocht en het vermoeden bestaat dat de betrokkenen elkaar allemaal kennen. Ja, de Nijmeegse studenten die in de nacht van vrijdag op zaterdag onwel zijn geworden, hadden vermoedelijk een Tesla-pil gesnikt.
Een synthetische druk die heftige reacties kan veroorzaken. 7 Nijmeegse studenten werden onwel en moesten met ambulances naar ziekenhuizen in de omgeving worden gebracht. Buurtbewoners zagen dat de studenten helemaal de weg kwijt leken te zijn. De politie vond in het studentenhuis grote roze driehoekige pillen. En sinds zaterdag staat de zogeheten Tesla-pil op de zwarte lijst van het Trimbos Instituut. Een lijst die gebruikers waarschuwt. In de pil zitten stoffen die kunnen leiden tot angst- en paniekaanvallen. Ja, vorig jaar toen vierden we in Nederland 75 jaar vrijheid. Wat we nog vaak vergeten is dat het inmiddels ook 70 jaar geleden is dat de strijd in Nederlands-Indië werd beëindigd. En vanaf het najaar van 1950 kwamen veel Molukkers, die hadden gevochten in het KNIL, naar Nederland. Onder meer naar Heerde. Maar daar is verrassend weinig over bekend. Waar je nu staat is het allemaal begonnen, het hoofdgebouw hierachter. Camping De Koerberg in Heerde bestond in 2020 70 jaar. Kees van Boven maakte een jubileumboek en kwam er toevallig achter dat hier 3 jaar lang Molukkers zijn opgevangen. Dat De Koerberg een knilopvangcentrum gehad heeft, dat is alleen maar in dit stukje tot uiting gekomen. 8 zinnetjes in een oud plakboek waren de enige herinnering aan de tijd van de knilmensen in Heerde. Van Boven raakte gefascineerd en startte een nieuwe zoektocht. Dat bleek nog niet zo makkelijk, want de Heerder Historische Vereniging kon hem niet helpen en ook in het gemeentearchief was weinig informatie te vinden. Ik heb alle notulen van de gemeenteraden van 1949 tot 1954 doorgenomen. Er wordt geen woord over de knil gerept. Uit het streekarchief blijkt dat maar liefst 85 Molukkers tijdelijk in Heerde hebben gewoond. Inmiddels heeft hij 23 van hen gevonden en dat leidde al tot mooie ontmoetingen. Ja, dat je iemand uitnodigt om hier op de Koerberg te komen kijken en de plaatsen hier, waar het allemaal begonnen is, aan te wijzen. Waar zijn ouders hun huis van aankomst hadden. Van Boven zoekt nog naar de overige 62 voormalige bewoners van de Koerberg. Hij wil hun onbekende verhalen horen en verder vertellen. Al die mensen hebben hun eigen verhaal. En dat is zo de moeite waard om dat in ieder geval te laten vertellen. En voorbij alle ellende die ze daar meegemaakt hebben, ben ik ook heel nieuwsgierig hoe hun ervaring hier in Heerde, waar ze op school en in de kerk en in de winkels. Over een week speelt Vitesse in de Kuip de bekerfinale tegen Ajax. En het kan maar zo zijn dat een van de Vitesse-spelers Patrick Vroeg is. De trots van Herwijnen. Ja, voetballer hè, bij Vitesse. De Graafschap heeft een cruciale zege geboekt in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie. Op de Vijverberg werd Go Ahead Eagles vanmiddag met 1-0 verslagen. Door de overwinning heeft de Graafschap promotie helemaal in eigen hand. De winnende treffer werd gemaakt door Jesse Schuurman. Ja, gewoon een belangrijke goal op een belangrijk moment denk ik in deze fase van de competitie. Daarmee hebben we gelukkig de pot binnen gesleept en 3 punten gehad, denk ik, wat nu heel belangrijk is. En ik denk dat dit ook een enorme boost geeft voor ons. En ja, nog 5 wedstrijden te gaan volgens mij en die moeten we alle 5 winnen. Een opvallend ongeval afgelopen nacht op de Eperweg in het Harde. Een auto ramde een verkeerslicht, bleef aan de omgereden paal haken en vloog vervolgens in brand. Daarbij vatte ook de brandstoftank nog vlam. De bestuurder wilde vermoedelijk richting de snelweg toen het om nog onbekende reden misging. De automobilist is overgebracht naar het ziekenhuis en over verwondingen is niets bekend. En de vermiste kanoër die op het Wolderwijk bij Harderwijk voer is nog steeds niet gevonden. Dus het hele weekend al volop naar de man gezocht. Gisterochtend werd de lege kano van de man gevonden in de vaargeul. Volgens de politie is die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist. En inmiddels is bekend dat het om een 27-jarige inwoner van Ermelo gaat. Bij het zoeken zijn de brandweer, de reddingsbrigade, de kustwacht en de politie betrokken. Ja, hoewel het deze week bepaald geen stralend zomerweer was, hebben sommige zwembaden een buitenbad geopend voor bezoekers. Vanwege het coronavirus is dat dit jaar eerder dan normaal, omdat mensen nu eenmaal behoefte hebben aan beweging. Zo konden de echte liefhebbers bijvoorbeeld een plons nemen in het openluchtbad in Reden. Eindelijk eens een keertje weer, het mag weer. Ik heb vanaf vorig jaar, wat was het, september, niet meer kunnen zwemmen.
En dit is echt, dit is voor mij heel belangrijk dit, dat het weer kan. Eindelijk weer eens een frisse duik voor deze zwemmers. En ze hebben geluk, want eigenlijk kon het zwembad de deuren niet openen vanwege een grote onderhoudsbeurt. Maar de gemeente besloot anders. Die vraag werd al steeds sterker. En zeker naarmate ook mensen beelden zagen vanuit Amsterdam, Bennekom wat geopend was. Het college van BMW besloten van we gaan gewoon heel open. Toch om de mensen ook gewoon weer even wat meer te bieden, even weer een verzetje. Dus even naar buiten kunnen, even lekker zwemmen. En daar waren veel mensen aan toe. Zo'n 40 mensen komen elk uur na een online reservering baantjes trekken. En dat is helemaal niet koud. Het water is heerlijk. Nee, ik vind het niet koud. Het is buiten kouder. Het is lekker. Ik zou zeggen, mensen komen ook langs. Het water is 21 graden, heb ik gehoord. Maar om dat water zo warm te krijgen, is er wel wat geld nodig. Normaliter wordt het water verwarmd door de zonnecollectoren. Nou ja, helaas, het is grijs. We hebben geen zon. Dus nu moet alles via de kachel komen. En dat is een aardige kostenpost. Dus of het bad volgend jaar ook eerder open gaat, is de vraag. Ja, hij is de trots van Herwijnen. Iedereen in het dorpje praat over Patrick Vroeg, die dit seizoen is doorgebroken bij Vitesse. En misschien speelt hij volgende week zelfs mee in de bekerfinale tegen Ajax. Patrick Vroeg houdt een balletje hoog op de ijsbaan van Herwijnen. Deze plek is heel bijzonder geworden voor de 21-jarige middenvelder van Vitesse. Ja, dit is eigenlijk een plek waar ik vorig jaar tijdens de lockdown heel veel ben geweest. We konden niet trainen op Papendal natuurlijk. En toen ben ik hier heel veel gaan voetballen met een goede vriend van me. Om mijn conditie op peil te houden en gewoon lekker fit te blijven. In het dorp kent iedereen hem. Ja, voetballer hè, bij Vitesse. En wel een bekende, Herwijnse. En toen hij de eerste keer erin kwam, dan ging het, de andere dag ging het een lopend vuurtje. Hé Peter gezien. Ja, top. Maar de voetballer blijft heel bescheiden onder alle aandacht. Ik ben wie ik ben en daar zal ik nooit in veranderen. En ik weet waar ik vandaan kom en ik vind het hier heel mooi en ik heb het hier goed naar mijn zin. Dus ik zal van niemand veranderen. Van de ijsbaan naar de dijk aan de Waal. Over een week is het zover. De bekerfinale tegen het grote Ajax. Dat zal heel wat met ons doen. En dan is het heel jammer dat er überhaupt geen supporters in het stadion mogen zijn. Wat we heel jammer vinden. Maar uiteindelijk draait het erom dat we hem winnen. En dan hopelijk op wat voor manier dan ook kunnen we toch met de fans vieren. Maar laten we eerst maar eens gewoon focussen op de bekerfinale. En hopelijk kunnen we hem winnen. Ja, we gaan het meemaken volgende week zondag. Zijn we toen aan het weer? Het blijft vanavond droog en het klaart steeds meer op. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur vannacht tot rond of misschien net iets onder het vriespunt. Morgen start koud. Het weerbeeld is erg wisselend met geregeld zon, maar er zijn ook wolken en een paar buien mogelijk met hagel en natte sneeuw. In de middag waait het matig uit het westen en is het ongeveer 8 graden. En dan kijken we nog even vooruit. Dinsdag en de dagen daarna blijft het droog en zijn er geregeld zonnige momenten. De nachten verlopen koud met een graadje vorst. En de middagtemperatuur stijgt geleidelijk naar 12 graden. En dit was het Gelders nieuws van zondag 11 april. Op onze app en onze site gld.nl vindt u meer nieuws. Ik wens u nog een fijne avond.